Jasmijn Lauwe, we spreken met een nationaal kampioen 10.000 meter. Hoe mooi is dat? Heel mooi, ja. Het is heel leuk. Je bent opvolger van Jip Vastenburg. Hoe was de wedstrijd? Ja, ik vond het echt heel erg leuk. En ik vond het ook wel mee. Ik dacht dat het mentaal heel zwaar zou zijn, maar op zich vond ik dat best meevallen. En ook, ik dacht de hele tijd van, ja, je hebt ook al een halve gedaan. Dit is veel korter, dus ik vond het eigenlijk zo voorbij. We zagen jou zo'n beetje rond 6.000-7.000 meter, een beetje kijken van op welk moment moet ik gaan. Was dat ook zo? Ja, het was toen, mijn coach riep toen in één keer rondje 85, terwijl ik moest rondjes 80 lopen. Toen dacht ik echt, oh, 85, dat is niet de bedoeling. Want ik dacht, ja, we lopen nu zo lekker. Het is echt zonde als ik het nu in één keer ga vergooien. Dus toen dacht ik wel een beetje van, oh, wat moet ik nu doen? Moet ik nu gaan? Maar toen riep mijn trainer van, nee, blijf maar gewoon achter. Dus toen dacht ik, oké, dat doe ik dan maar. En toen, ja, toen ben ik de laatste twee rondjes versneld. Want het doel was een limiet, toch? Ja, ja. Dus. Voor het EK, hè? Ja, klopt. Wanneer is dat? Over een maand. Als je nu kijkt naar jouw vorm, zeg je van, nou, vorm is oké, maar ja, ik moet nog aanscherpen, neem ik aan. Ja, want daar is het echt zeer, daar ben ik echt helemaal niks, denk ik. Maar ja, dat EK is gewoon, ik ben dan ook nog de jongste, dus ik wil daar gewoon echt zo goed mogelijk lopen. En voor mij is het natuurlijk dan voordeel als het misschien een beetje niet al te hard gaat, want anders hou ik het helemaal niet bij. Maar we zien wel, ik ga daar gewoon echt van genieten en ja. Hoe is sinds het EK cross gegaan? Was je wat teleurgesteld, hè? Want we hadden een hooggestemde verwachting. Kon je niet helemaal voor jezelf aan voldoen? Hoe is het daarna gegaan? Ja, daarna kon ik eerst 3 weken niet lopen. Want ik had tijdens de race ben ik gespiked. Dus ik had een, ja, het klinkt een beetje heftig, maar ik had een spike in mijn enkel gehad. Dus ik had een gat van 1,5 centimeter in mijn enkel. Alleen er was gelukkig geen pees of zo geraakt. Dat was alleen, ja, ontstoken geraakt. Dus ik moest aan de antibiotica en zo. Maar op zich is dat vrij snel wel weer geheeld. Ik moest eerst wel op krukken lopen, dus dat was wel een beetje raar, want dan loop je de ene dag een EK cross en dan de volgende dag loop je op krukken door het ziekenhuis. Maar ja, toen vrij snel kon ik weer lopen en dat ging op zich al goed. En nu is het debuteren op een toernooi. Je hebt al heel veel toernooikennis. Op welke dag loop je? Weet je dat al? Ja, ik loop niet de laatste dag, dat weet ik. Want in Grosseto 2 jaar geleden liep ik op de allerlaatste dag en toen waren we daar al een week. Dus dan, ja, was ik me echt heel erg aan het vervelen eigenlijk. Maar nu loop ik weet niet, donderdag of zo, dacht ik. Dus dat is op zich nog wel leuk, want dan kun je ook nog de rest van het team aanmoedigen. En nog een beetje genieten, zeg maar, zonder al die stress. En na dat toernooi, wat dan? Wat ga je nog doen? Wat zijn de plannen daarna? Ga je misschien op vakantie? Of ga je nog, heb je nog andere plannen? Naar Frankrijk gaan we. En dan opnieuw crossseizoen in? Ja, dan gaan we echt weer vol voor de cross. Misschien nog een halve marathon weer doen. Ik weet nog niet zeker, maar ik denk het eigenlijk wel. Want dat vond ik heel leuk. En, dat was in Venlo, geloof ik, hè? Ja, Venlo, ja. Wat was dat nou dan? In één keer een halve marathon? Ja. Vond je het leuk? Ja, dat vond ik echt geweldig. Ja, nu wil ik waarschijnlijk Breda gaan doen. Want iedereen zegt dat dat net zo leuk is als Venlo. Dus, maar dat moet ik nog wel even zien. Is dat puur voor het plezier of heeft dat ook een bepaald doel? Nee, maar ik doe dit ook voor mijn plezier, hoor. Gewoon. Tuurlijk, je doet alles voor je plezier, snap ik. Maar is dat iets wat je zelf bepaalt of hoe zit dat? Ja, onderheen dacht ik eerst een beetje van, oeh, dat is wel echt heel lang voor nog 20 jaar, zeg maar. Maar ja, ik vind het gewoon heel leuk. En in Venlo had ik ook niet helemaal kapot gelopen, zeg maar. Ik had gewoon lekker gelopen. Dus ja. Goed, je moet je aankleden, zie ik. Veel succes nog bij het EK. Ja.